What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping in the next one on our Into Your Mind with D-Blog and Estefan Journey. Get over, show them all the love of the world. Ghost Stories, the JDX remix. Coming at us from your room. Much, much love, my friend, for the journey. It's been a hell of a journey looking into these genius minds. I like the fact that they haven't always been the same. I like that they kind of went off track a little bit and then brought all of that back into the mix. Like, you never know how someone's gonna impress you, but they always do. They always do. Ik vind het echt een vet concept. En dat jullie toen mij vragen, dacht van, hey, dit vind ik wel echt een hele vette eer om te doen. Ja, het is gewoon alsof ik naar de trailer van een James Bond film of zo aan het luisteren was. Wauw. Ben je er gewoon stil van? Hey YouTube, leuk dat jullie... Hey yo, if the remix made him damn speechless, then you know it's gonna be freaking fantastic. We kijken naar de 12e aflevering van Enter Your Mind. In deze episode gaan we langs bij een remixartiest die niet heel veel nummers heeft uitgebracht. Maar als hij dan wat released, dan wordt het ook direct de nummer 1 aller tijden. Maar gelukkig is hij nu weer druk bezig met nieuwe muziek te maken. Dus kon die ook zeker niet ontbreken in deze remix episode van Enter Your Mind. Maar voordat we verder gaan, like, subscribe en laat gelijk even in de comments weten wat jouw favoriete hardstyle track aller tijden is. Heel veel plezier met deze nieuwe aflevering van Enter Your Mind. We freaking love it. Nou, we zijn weer onderweg naar de volgende remixartiest. Ja, het is alweer de... Nou, hoeveelste aflevering is het alweer? De 12e, 11e, 11e. Ja, we zijn het gewoon kwijt. Ja, we zijn het tel kwijt. We zijn er goed druk mee, hè? Tenminste, nog ergens druk mee. Ja. Nee, deze artiest is iemand die al heel lang in de scene zit, maar toch niet super, super veel muziek heeft uitgebracht. Nee, hij heeft in het begin van zijn carrière wel een paar platen uitgebracht. En daarna is hij een beetje op de achtergrond verdwenen. Heeft hij nog steeds heel erg veel muziek gemaakt waar heel veel mensen bepaalde herinneringen aan hebben, maar dan niet als plaat. Nee, dat waren dan vooral eindshows en intro's voor grote evenementen. Maar ja, als hij dan een plaat maakt... Ja, daar wil ik het wel even met hem over hebben. Want hij heeft de nummer 1 plaat aller tijden gekozen in de Q-Dance top 100. Ja. At that point though, you're keeping yourself kind of... I don't know, kind of special off to the side. I don't make a lot, but when I do make something and drop it, it's like next level out there. People are anticipating it. You kind of keeping yourself this beautiful ball. Nobody can reach you. Nobody can get over there to you. You're kind of, I don't know, off in your own little lane. But every time you drop a track, people are like, yo, that becomes the track. Hell yeah, that's the kind of thing that I would want to be. En wie stond er op 2? Ja. Deze twee sukkels. Ja, godsamme. Dus daar ben ik het eigenlijk niet zo heel erg blij mee. Nee, daar ben ik ook niet zo blij mee. Dan gaan we het eens even over hebben hoeveel die heeft betaald. aan al die stemmers. Ja, maar ja, we kunnen wel even luisteren naar die plaat. Ik denk als jullie deze horen, dan weten jullie meteen wie het is. Komt-ie. I can see why I've got so much appeal though. Ja, de mensen weten het wel. Het is geworden deze aflevering. GDX! In deze gekke tijd vind ik het echt super briljant wat ze nu aan het doen zijn. Ja, het is gewoon ook om te zien van alle andere artiesten die ze natuurlijk aan het interviewen zijn. Zelfs dingen die ik ook nog niet eens wist van Isaac, vind ik echt super cool om te zien. Dus nee, echt respect. Nou, we zijn er. We zijn er, daar staat hij. Yo! Jongens! Alles lekker, hè? Jazeker. Hoe is het? Met jullie? Lekker. Echt waar, boxy? Ja, sowieso. Sowieso. Ja, we hadden het toevallig net in de auto over dat jij hebt eigenlijk de grootste hardstyle evergreen van in de geschiedenis geschreven. Wauw, evergreen. En onze vraag was eigenlijk, hoeveel heb je de mensen betaald om die mensen op één te, om jou op één te laten zetten?
betaald. Ja, wij zijn nog twee met Music Made Edit. Dat is natuurlijk niet heel erg tof. Nee, niet betaald. Zeker niet. Echt hartstikke verdiend. Want ja, het is wel echt de grootste klassieker, denk ik wel, in de hardstyle scene. Hoe is het een beetje ontstaan, die plaat? Ja, het is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan, omdat ik was gewoon bezig met gewoon normale muziek maken, een beetje poppy, rock. See, another one that doesn't just stick with... Ik had Sarah Marie ontmoet in een open mic restaurant. Ik kom gewoon even wat muziek maken, geschreven. En daar kwam die track uit. En het was eigenlijk gewoon een rockstuk muziek. En toen kwam Headhunters weer met de plaat aan die ik in één keer hoorde. Ik van, oh, dit is eigenlijk wel weer heel vet. Ik denk, wat als ik dit nu in een hardstyle-achtig iets ga maken? En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja. Maar we zijn heel erg benieuwd, want ja, de mensen thuis denk ik ook, welke track jij van ons geremixed hebt. Ja. Dus dat, dat mag je nu vertellen. Ja, moet ik dat nu vertellen? Ja. Geen voorwoord meer. Hij mag ook een voorwoord geven. Maar... Nou, ten eerste, ik heb natuurlijk nog nooit een remix gemaakt. Voor niemand. Ik was anybody. Nooit zo van de remix maken. He's seriously kind of limited edition. En ook niet eigenlijk met mijn eigen platen. Ja, dat is een filosofie die ik zelf heb. Maar toen jullie met dit aankwamen en ik zag al wat dingen voorbij komen waar jullie mee bezig waren. Eén, dikke shit. Ik vind het echt gewoon echt een vet concept. En dat jullie toen mij vragen, dacht ik van, hey, dit vind ik wel echt een hele vette eer om te doen. En dan ook in het kader van alles anders aanpakken als nu JDX nieuw zeg maar een beetje de markt inbrengen. Een dikke kans om ook gewoon van deze kant te kunnen laten horen natuurlijk. Ja. En pam 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 pam, de plaat die ik heb gekozen is Ghost Stories. Wow. Gonna be so sick already, I can tell. Tijdens het kiezen van de track, weet je, ging door alle tracks heen en dan moet het iets pakken wat me ook triggert, zeg maar, om iets mee te doen. En daarna gaat mijn hoofd natuurlijk denken, ja, wat kan ik hier überhaupt iets mee doen voor een remix? Wat er natuurlijk altijd weer tricky is. En zeker als je zo'n soort van best wel flinke hit gaat pakken als Ghost Stories. To select the track that everybody knows. Nee, like, I'm gonna remix bij mij greep de vocal natuurlijk. En ik hou gewoon wel van duister. Het is natuurlijk een klapper hit van een plaat. Nog steeds. Dus ja, what the fuck ga je... Je moet er niet in gaan stappen met van, je gaat overtoppen, want dat gaat hem nooit worden. Dus dan moet je gewoon die remix niet doen of een andere plaat kiezen. Nou, maar je moet nu niet de verwachtingen gaan temperen. Want als er één iemand iets vets van kan maken en... filmisch, thematisch, dan ben jij het wel. Jij hebt wel de achtergrond om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Dus ja. Ik ben echt super benieuwd. Ik ben te werk gegaan eigenlijk een dag dat ik zat van... ik moet toch wel even iets gaan doen aan de remix. Want ik was natuurlijk veel te druk met werken. En ik denk, laat ik eens de stem dubbel, half tempo stretchen. If I don't have an angel... Ik denk, laat even management bellen om te kijken of we Evelyn opnieuw kunnen laten zingen. Want ik had me zo gestresst, het is echt gewoon super vies. En dan is hij helemaal grainy, dat klinkt voor geen meter. Dus ik denk, ik wil opnieuw laten inzingen. En in het kader van trailermuziek, zeg maar, wat je ook vaak hoort... John Lennon, de Beatles, vertraagd of... You really went above and beyond, getting the sicker back. Dan hebben ze gewoon een remake, helemaal opnieuw en door een vrouw ingezongen of whatever. Ik denk, dit ga ik ook zo doen. If I don't have an angel watching me. Ik ga hem niet met een Sint-lied laten opkloppen als origineel. Ik denk, ga eens proberen hoe het klinkt om het helemaal met blazers te doen. Dan moet er ook wel eigenlijk gitaar in. Toen heb ik mijn gitaar nog opgenomen. Als onderlaagje klinkt het zo. It's gonna be a whole new song. But that same familiar... Toen dacht ik van, oké, er moeten natuurlijk ook choirs bij. Violen. En dan alles bij elkaar. Ja, we hadden het hier ook al even in de weg hier naartoe. Kijk, eigenlijk iedereen kent jou van Live the Moment.
Ja. Maar ja, je bent een tijdje een beetje naar de achtergrond verdwenen qua artiest zijnde. Ja. Maar je bent nog wel heel erg actief geweest in eigenlijk de hardstyle scene. Ja. Kan je eens aan de mensen vertellen hoe je daar precies bent ingerold? Want je maakte heel veel shows voor grote evenementen, Q-dance en dergelijke. Ik was natuurlijk eerst hardcore DJ. En toen 98, 99 dacht ik van oké, ik ben nu wel een soort van klaar mee. Toen hoorde ik op een gegeven moment weer 2001, volgens mij de eerste Climax CD. Q-dance. Ik denk, hé, wat is dit? Maar goed, toen dacht ik van, weet je wat, we gaan een label opzetten in plaats van partyganger. Laten we het even op een andere manier doen. En zo ging ik altijd naar die talent rooms. Zo heb ik Rogier beter leren kennen. En de volgende dag kreeg ik een telefoon van, kun je even op kantoor komen? Heb je interesse om wat voor ons te doen? Toen deden we de eerste technology en de eerste club tempo showtjes van die 30 seconden introotjes. Nou, dat rolde helemaal in tot 2005. Dat we de Climax mochten maken. En toen 2016 zei ik van, weet je wat, want toen de tijd deden we nog zeg maar een soort van audioknippen van bestaande filmmuziek. Oh ja. En ik zeg van, ja maar gauw, ik ben muzikant, ik wil gewoon iets maken. En vanaf daar was het gewoon één grote trein. Van, omdat het gewoon van een, noem maar een trailer naar de inloopmuziek, de website, alle deuntjes en pingeltjes en geluidjes was helemaal één. Ook op het moment dat je de aftermovies toen nog had. Je beleefde die hele beleving van begin tot eind. Ja. Dat ben ik eigenlijk gaan doorzetten als fulltime werk. Ja, inmiddels ben je dan, naast dat je die shows doet, ook wel weer terug als artiest. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Na Dedicated had ik al een soort iets gepland om tijd voor mezelf te nemen. Toen zag Willem weer, Soundtrack kon ik tegenkomen. Sefa was nog even op bezoek, Jones weer op bezoek. En waarom ga je iets maken? En dan toen, 2 weken later, had ik eigenlijk 2 hele opzetten klaar liggen. Ja, en toen ook weer Doffy en Jonas, luister eens even. Ik zeg, ja, maar gast, dit ga je toch niet zomaar online zetten? Want ik wil het allemaal zo online zetten en ik zie al wat ik ga doen met JX. En ik was er helemaal niet eens mee bezig, nog helemaal niet. En toen zei ze van, ja, je moet het wel even anders doen. En Dolph zei van, ja, maar we create memories, dat is onze slogan. Dus ja, make a memories moeten we al bij ons op het leven. Ik zeg, oké, we gaan het doen. Yo, that's a sick video, though. Mijn favoriete shows zijn sowieso 2006 Climax, want die was echt speciaal omdat die echt vernieuwend was. Sensation, Ocean of White en Dedicated, moet ik toch wel zeggen. Dedicated was ook zo'n rollercoaster van al die jaren emoties op één hele avond. De ochtend eigenlijk, middag tot 's avonds. En dat dan ook een soort van het laatste feest was. From noon until nighttime, y'all got the energy. Defcon 1 at Home, ook heel speciaal. Ondanks dat ik altijd eerst nee zeg, heb ik het toch maar gedaan. De zondag voor de piano was natuurlijk heel speciaal, want ik heb nog nooit iets als JDX, zeg maar, überhaupt voor een Defcon op groots als JDX iets gedaan. En nu was het dan met een piano. En ik denk dat het voor heel veel fans ook wel cool was overgekomen op de zondag, weet je wel, lekker in de ochtend. Ja, dus dan keerde ik een beetje te pingelen. Waarschijnlijk hadden ze verwacht dat ik stond te draaien, maar ja. Kleine guest performance gedaan met Devin Wild natuurlijk, voor onze nieuwe collab. Het is amazing to be able to see all the behind the scenes. Zijn we dan? Ja, bij studio JDX. Ghost Stories Remix. Spannend. Ja, wat denk je dat hij ervan heeft gemaakt? Nou, ik denk wel dat hij er weer iets cinematisch van heeft gemaakt. Dat moet wel. Dat denk ik ook wel. En misschien wel ook iets langdradiger. Zeg maar nog meer op de luisterervaring in plaats van op de energie. Wat wij altijd wel echt proberen te doen. They all know everything about zoiets. Each other. Ja. En ik ben ook wel benieuwd wat hij met de stemmen gedaan heeft. Misschien heeft hij Evelien wel helemaal een beetje omgevormd. Of misschien heeft hij het opnieuw ingezongen met een andere zangeres. Ja.
Misschien Sarah Maria. What about re-recorded with the same singer? Ja, ja. What about that? Je kan niet zomaar Evelyn ditchen. They're in for a bit of a surprise. Maar ja, ik bedoel, ja, het zijn remix, dus alles kan, hè? Ja, alles kan, alles kan. Ja, laten we maar gaan luisteren en dan zien we het zelf. Zeker, let's go. GDX, daar zijn we. Ghost Stories remix. Spannend. Ja. Ja, vind jij het spannend? Ja, zeker. Het is voor ons ook echt wel heel spannend. Ja. Zeker. Toch wel een bepaald gevoel bij Ghost Stories. Het is toch wel een bijzondere plaat voor ons. Ja. En zullen we gewoon gaan luisteren? Ja? Ja. Durf het aan? Ja, ja, let's go. Je hoort wel vaak dat ik het ben. Dat is of rare edits, maar in dit geval denk ik het bombastische, epic, hybride orchestral sound. A la show, wat ik natuurlijk al veel van shows doe, maar ook in hardstyle breng. Yes. If I don't have an angel watching me. Je zit toch naar een, ook met Evelyn. En vocal te horen wat we hebben geschreven, maar op een manier verwerkt, muzikaal gezien. Dat is echt heel bijzonder. Ja, het is gewoon alsof ik naar de trailer van een James Bond film of zo aan het luisteren was. En ja, je hoort wel je eigen elementen erin terug, maar dan op zo'n toffe manier verwerkt. They actually got the cinematic part. Dan hebben we dit orchestrale gehad. Dat was eigenlijk de onthulling natuurlijk van de Melo. Ik denk, oké, dit gaat wel werken. Dan is het echt even anders vanaf het begin. Met de vocal helemaal vertraagd, helemaal orchestraal. En dan echt open laten klappen. Eigenlijk wat normaal in synth zou zijn, maar dan nu helemaal in epicness. Mag ik het zo maar noemen. Moet je op een gegeven moment natuurlijk wel droppen met de kick erbij en de lead synth. Ja, dit is wel even in de categorie niet verwacht, maar meer dan verwacht. Daarna dacht ik, ik kan hem niet stoppen. Ik dacht eerst van, oké, het is wel heel heftig qua epicness en dan wat ga ik doen. Ik laat de tweede keer de zangstem weer in de normale tempo doen, maar wel weer opnieuw ingezongen. En even nog een andere twist gegeven aan storytelling qua filmisch muziek eromheen. Ja, ja, echt, echt heel erg bijzonder. Ik was gewoon echt even stil van. Score. Ondanks dat het lang duurt en heel erg symfonisch en orkestraal is, heeft het ook wel echt gewoon hardstyle. Ja, ik denk dat als wij 3 jaar geleden van Q-Dance een belletje hadden gehad, willen jullie een track maken voor de eindshow? Nou, dat hebben we gedaan. Maar als die zo was geweest, waren ze pas echt blij geweest. Denk ik dat ze dan pas echt hadden gezegd van, goed gedaan. Ja, chapeau, petje af. Hij had, leuk dat Joshua heeft laten zien hoe die eigenlijk had moeten wezen. Tada! Wauw. Ben je er gewoon stil van? Dat is mooi. Als muzikant zijnde vind ik dit echt heel erg vet. Dat die vocal heel op een andere manier, andere akkoordjes, vooral zingen, harmonieën. Ja. Het is echt een hele ervaring. Het is gewoon een soort van film waar ik naar zit te luisteren. De fact dat ik een beetje zo shocked that how someone else can do their song. Goed bezig. En het mooie is, volgende week komt hij al uit. Dan volgende week? Ja. Dan zo. Hey. De JDX remix van Ghost Stories. Nou, moet ik hem nog even snel afmixen. Pre-save. Swipe up. Pre-save. Next week. There you have it, ladies and gentlemen. Into Your Mind, episode 12. This has been a lengthy but beautiful journey through the minds of D-Blog and Estefan.
Hold on. Somebody was just calling me. They can wait. Get over, show them all the love of the world. Definitely go over, show JDX the love as well. All the links that you need are right there inside the description. Shout out to Yaroon for the request. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you. Tell the next one to mind the combustible. You guys be happy, healthy, safe. Love you to the moon. The back. Peace.